Dus, Florian. Dus Florian, heb je je koffers al gepakt voor de E3? Nee, dat doe ik altijd op de laatste dag. Nee? Oké. Maar je hebt er wel zin in om in Jans peperdure villa een weekje te gaan zitten, waarvoor ik absoluut niet ben uitgenodigd? Uiteraard. Ja, dat wordt weer een hele gezellige, leuke boel. Weet je, ik vind eigenlijk dat die hele E3 gewoon niet meer nodig is. Het is gewoon onnodig. Wat een bullshit, echt. Ja? Why? Leg uit. Oké. Nou, de E3 is eigenlijk ontstaan in een tijd dat er nog geen internet was. Dat je nog geen HD livestreams had. De mensen thuis die kunnen tegenwoordig het veel beter zien dan jij zo meteen in een zaaltje. Dan zie je gewoon verderop in een piepklein mannetje. Zie je het door zijn presentatie heen aan het stotteren. Uh-huh. En die gameplay die kun je tegenwoordig allemaal live zien. Die kun je allemaal op internet al tevoorschijn halen. Waarom doen ze dat niet? Zoals Nintendo. Maar je kunt het niet spelen. Nee. Maar ze zouden daarvoor aparte events kunnen maken. Waarom maakt Ubisoft niet zijn eigen event waarop ze al hun games tonen, waarop ze iedereen de ruimte geven? Op de E3 is het gewoon één grote battle. Omdat het eigenlijk best wel gezellig is om iedereen gewoon bij elkaar te hebben en daar je product te showen. Oké, het is gezellig, maar is het ook goed voor business? Dat is zeker goed voor business, ja, om de hele biz bij elkaar te hebben en elkaar hype te maken om wat er aankomt en wat er gebeurt. Vind je dat echt? Want ik zie gewoon ieder jaar weer dat mensen zeggen zo, nou, ik vond de presentatie wel teleurstellend, ik vond de presentatie wel saai. En dat kan ik ook wel begrijpen, want ze zijn all over the place. Op het ene moment is Microsoft bezig met jaarcijfers, dat is dan weer interessant voor aandeelhoud. Op het andere moment is Sony, die richt zich dan weer op een casual markt, op huismoeders en zo. En pas op het eind dan heb je misschien een keertje dat ze ergens een hardcore trailer tonen, omdat ze weten dat de hardcore games daar zitten. Sure, maar dat is meer een probleem van, hè, zijn we misschien niet een beetje te casual bezig met z'n allen en zijn games niet voor ons hardcore gamers en hebben we daarom ook niet een E3 om dat te vieren? Ik vind dat iedereen recht heeft om goede games te spelen, ook huisvrouwen en oma's, maar het zijn wel aparte doelgroepen en daar hoeven wij ons niet voor aangesproken te voelen. Maar opnieuw, waarom niet via livestream, waarom niet een aparte livestream maken voor huisvrouwen, voor speciale Facebook games? Dat kan allemaal dankzij het internet, omdat het is veel goedkoper en het is onbeperkt. Ik moet je zeggen, kijk, vorig jaar ben ik voor het eerst meegeweest naar Los Angeles, naar die E3. En daarvoor was ik het misschien best nog wel met je eens geweest. Oké. Maar nu ben ik geweest en ik ga dit jaar weer. En dat heeft een reden ook, want die hele week is een soort van gamers Valhalla. En je komt daar ook en die hele biz weet het ook, die hele Los Angeles Convention, het draait om games. En dat krijg je niet mee als je achter je pc'tje zit. Die persconferentie te kijken. Dat is wel leuk. Oké, ik geef eerlijk toe, de E3 zou misschien niet helemaal weg hoeven. Maar ik denk wel dat het niet een pers-only event hoeft te zijn. Misschien is het wel iets hybrides zoals een Gamescom in de toekomst. Of dat het zich puur echt een geek evenement wordt. Zoiets als de San Diego Comic Con. Maar jij wilt dus eigenlijk dat ze op de laatste dag iedereen naar binnen laten? Het zou een oplossing kunnen zijn. Vorig jaar was dat in ieder geval wel zo. En dat gebeurt ook wel op de laatste dag. Dan knijpen ze een oogje dicht en dan komt ineens iedereen binnenlopen. Mensen zonder pers of zonder pas, die staan ineens te gamen. Hoe bizar is dat? En dat is ook wel leuk, want dan krijg je ook een klein beetje de invloed van buitenaf. Maar dan puur vanuit journalistiek oogpunt voor ons als GamePers. Het is echt, één week lang is het Sinterklaas. Dan heb je gewoon echt gamenieuws, zover als je het oog reikt. Maar ja, dat kan tegenwoordig veel effectiever. Ze kunnen allerlei aparte events verzinnen. Lekker, ze kunnen live streams per jaar maken. Die fucking papernote is ook de shit. Dus eens per jaar die E3, hè, dat je tot midden in de nacht de thuis blijft achter je pc zit om die persconferentie te krijgen. Het is gewoon cool, man. En daarna heb je het een week lang over al die aankondigingen die ze hebben gedaan. Over hoe fucking vet het wel niet gaat worden. Mm-hmm. Moet je hebben elk jaar. En dat is nog tot daar naartoe. En als je in de gelegenheid bent om er naartoe te kunnen, hè, zoals een aantal van ons, dan ineens klikt het en snap je van, jezus, kunnen we dit niet vier keer per jaar doen? Oké. Nou, ik wil het wel eens een keer vanuit eerste persoon ervaren. Dus Jan, als je toevallig meekijkt, dan ik hou me aanbevolen voor volgend jaar. Ja. Dat was het einde van de presentatie. Oh. Ja.